ja, ik kies voor al mijn boeken bij voorkeur voor een romanvorm, om dan ook één of twee personen uit de historie heel duidelijk naar voren te halen. Er zijn natuurlijk heel veel historische documenten, maar juist het probleem een gezicht te geven, lijkt mij dat je dan op die manier toch lezers kunt inspireren om daar toch eens goed over na te denken. Het boek heet De Joodse Slaaf. Het gaat over de betrokkenheid van de Joodse gemeenschap, ook de Joodse gemeenschap, met de slavenhandel in de 17e en 18e eeuw. De hoofdpersoon Kwotwo is een Ghanese jongen die wordt veroverd en die wordt overgebracht door lokale stammen naar het Fort Elmina. Dat is een Nederlands fort aan de kust van Ghana. En daar ontmoet hij iemand vanuit de West-Indische Compagnie die daar op bezoek is. Want de banden met Elmina, West-Indische Compagnie, slavernij, die zijn heel, heel stevig. En deze persoon, Salvino, die ontfermt zich eigenlijk over hem. En die maakt ook de reis mee vanaf Ghana over de Atlantische Oceaan naar Suriname. Samen bezoeken zij de plantages, de Joden, savannen. Ze bezoeken al die locaties waar slaven werken. En uiteindelijk brengt Salvino Kwotwo mee naar Nederland. En Salvino wordt gezien als toch wel de vertegenwoordiger van de groepering die zich verzet tegen de slavernij. En Kwotwo wordt al dan niet bewust onderdeel van die hele discussie. Hij speelt in de eerste helft van de 18e eeuw. Het beschrijft dus zijn hele reis en hoe hij uiteindelijk binnen de Joodse gemeenschap hier in het oude Amsterdam terechtkomt, te midden van de discussie over de slavernij. Het is eigenlijk een schrikbarend onderwerp. Als je termen tegenkomt als kroesvee, dat zijn dus de slaven die onder dek in zo'n schip liggen, vastgeketend, naakt, en die worden aangeduid als kroesvee, vee met kroeshaar. Als je kijkt op de ladinglijsten van de West-Indische Compagnie, dat staat precies wat zo'n schip allemaal heeft. Zoveel vaten rum aan boord, en zoveel wol, en zoveel olie, zoveel reuzel, zoveel wapens, zoveel mannen, zoveel vrouwen, zoveel kinderen. Het is lading, het is commercie. Het is natuurlijk heel bizar als je dat tegenkomt. Dus je ziet dat een overtocht vanaf Elmina, Fort Elmina in Ghana, naar Suriname, moet ongeveer 700 slaven bevatten om de tocht de moeite waard te maken. Dat je dus 700 slaven overbrengt en in Suriname of op Bonaire of kunt gaan verkopen. Nou, 700 slaven moeten er worden ingelaten, want 150 gaan er dood op allerlei manieren aan het schip. Dus nou, dan blijft er 550 over en dan is de overtocht nog steeds de moeite waard geweest. Op die manier wordt er dus gekeken. Ik was op bezoek bij een expositie in de Portugese synagoge in Amsterdam. De expositie die heet De Synagogeschatten. En dat is een tentoonstelling van allerlei oude ritualia. Heel kostbaar allemaal. Goud, zilver, textilia, brokaat. Allemaal voorwerpen die gebruikt worden tijdens de eredienst in de synagoge in die periode. Ja, en als je dan loopt en je vraagt je af, 17e, 18e eeuw, hoe komen we eigenlijk aan die schatten? Nou, dan weet je, dat komt vanzelf vanwege de betrokkenheid ook van de Joodse gemeenschap bij de Verenigde Westindische Compagnie, de West-Indische Compagnie, de handel, de commercie. En dan kom je ook bij de slavernij. En zo kom je er gaandeweg achter dat de Joodse gemeenschap natuurlijk ook net als andere groeperingen daar ook bij betrokken was. De benadruk ligt niet op het feit dat de Joodse gemeenschap de slavernij heeft bedreven. Nee, net als iedere andere gemeenschap heeft ook de Joodse gemeenschap een deel daarvan daaraan meegedaan. Het is ook belangrijk, want de Joodse gemeenschap wordt vaak ook gezien en ziet zichzelf ook wel vaak in een soort slachtofferrol. Maar vervolgingen, Tweede Wereldoorlog, onderdrukt enzovoort. En ja, en dan blijkt ineens dat de gemeenschap zelf toch ook binnen de context van de maatschappelijke ontwikkelingen ook dergelijke dingen heeft gedaan. En ik denk dat het iets belangrijks is dat je zelf ook op een bepaald moment een spiegel voorhoudt. En kijk, hier moeten wij ook eens goed over nadenken. Ja, wat ik heel bijzonder vind, dat een samenleving op het moment dat je omgaat met mensen en die degradeert
nou in dit geval tot commercies van handelswaar, dan verdwijnt ook iedere vorm van ontzag en respect voor de medemens. Ik ben voor tegengekomen in een van de historische documenten aanwijzingen van de compagnie. Dat is dus de West-Indische Compagnie, die dus gaat over de slavenhandel in dat deel van de wereld. Die geeft aanwijzingen aan de bemanning op de schepen. Bijvoorbeeld dat zij niet mochten vloeken aan boord op straffen van stokslagen. Bijvoorbeeld dat zij de zondagsgebedsdiensten, de kerkdiensten aan boord moeten bijwonen. Als dat die doen op straffen van sancties. Maar op hetzelfde moment liggen er beneden in de dekken 700 mensen te creperen. En dat telt niet. En dan komt dat omdat die mensen weten dat zijn geen mensen. Dat is kroesveed, dat is gedegradeerd tot handelswaar. Nou, dat is een belangrijke boodschap natuurlijk. Hoe voorzichtig we moeten zijn met onze medemens.